Welkom bij dit filmpje over de historie van Herodotus. Cambyses wordt hier door Herodotus afgeschilderd als een gestoorde man die gewend is om te krijgen wat hij hebben wil en die door iedereen gevreesd wordt vanwege zijn schrikbewind. In de vorige tekst heeft hij zijn broer Smerdis al laten doden. In deze tekst gaat het over wat er met de zussen van Cambyses gebeurde. Wordt in de eerste zin nog even terugverwezen naar de vorige tekst. Er staat dan proton als eerste, predicatief te vertalen. De is dus of uiteraard. Legusi, ze zeggen. En die ze, dat zijn nog steeds die Egyptenaren die dit aan het vertellen zijn. Cambusei is een dativus, dus voor Cambyses. En na dat zeggen komt een ACI, maar dat is dus nog niet Cambusei en dat is ook niet Toon Kakom. Dat betekent van de rampen of van de ellende of van de wandaden. Hier heb je wel iets wat te maken heeft met de ACI, dat is namelijk de infinitief van Argo. Argo kan heersen of beginnen zijn en dit betekent beginnen. En toetel is dan de A van de ACI, dus dat is het accusativus. Dus dan krijg je, ze zeggen dus dat dit het begin was van de wandaden voor Cambyses als eerste. Dat kan je natuurlijk ook eerder zeggen, ze zeggen dus als eerste dat dit, bladibla. En dan krijg je een deutera de, maar als tweede, en dat waar de vorige zin, of waar het vorige deel van de zin naar verwees, is dus het doden van zijn broer Smerdis. En nu krijg je een tweede misdaad die hij gepleegd heeft. Exergasato komt van exergatsoma, dat betekent doden. Het staat hier in de Auristus, derde enkelvoud, hij doden. Wie doodde hij is ten Adelfeen, niet samengetrokken vorm, dat is conform het Ionisch, zijn zus. En over die zus staat dat ze epispomenen, dit is een participium vrouwelijk dat congrueert met Adelfeen. Het is ook een participium auristus. Het komt van epomai en dat is hetzelfde als hepomai. Dat betekent volgen, dat gaat met een dativus. En die dativus die staat er ook gelijk achter, dat is het woordje hoi, dat je bij het Ionische dialect vaak als autoi moet lezen. Dus dan heb je zijn zus, die hem gevolgd was, es aegypton, naar Egypte. En deze manier van aankondigen dat hij dus die zus gaat doden, op dezelfde manier sluit Herodotus dit stukje ook af over 19 regels. Dus dan, daar maakt hij een mooie ringcompositie mee. Over die zus staat nog een betrekkelijke bijzin. Het begint met tij. Tij betekent hier met wie. Kai is ook. Sun oikeia is imperfectum van sun oikeo, samenwonen met. Dat is een eufemisme voor getrouwd zijn. Dus met wie hij ook getrouwd was. Kai is hier en. En dan hebben we het woordje en als imperfectum van eimi. En was. En hier moet je een betrekkelijk voornaamwoord in de nominativus eigenlijk aanvullen. En die was, dus de zin loopt grammaticaal niet helemaal keurig netjes verder. Heb je weer een hoi, dat is weer een autoi. En die was voor hem ab amphoteron van allebei, en daarmee moet je kanten of ouders aanvullen, dus zowel moeder als vader, een adelfeë, een zus. Dat werd in de vorige tekst ook al gezegd over Smerdis. Die was ook een volle broer. En deze zus met wie hij trouwt is dus ook een volle zus van hem. Egeme.
Dat is een aoristusvormpje van gameo. Dat betekent trouwen. Met het als onderwerp altijd een man. Als vrouwen trouwen, dan staat het in de mediumvorm of passief. En hij trouwde haar, dus die zus, Hodde, op de volgende manier. En nu gaat er wat uitleg volgen, want dit is natuurlijk een rare situatie. Udamos, beslist niet, betekent dat. Gar, want, dus hier komt die uitleg. Eothesan, dit is een werkwoord dat alleen in het perfectum voorkomt. Dat betekent, zij waren gewend. Eota is de eerste persoon enkelvoud. Perfectum. Want zij waren beslist niet, proteron, eerder gewend. Thaisi Adelphaisi, met zussen, te sun oikein, te trouwen, de Persai, de Persen. Dus, want de Persen waren eerder beslist niet gewend om met hun zussen te trouwen of samen te wonen. Dat we niet denken dat het een standaard situatie was dus. Eraste komt van eramai, dat betekent verliefd zijn. En eraste is een ingressieve aoristus, dus verliefd worden. Hij werd verliefd, die hij staat iets verderop ook, Cambyses. Cambyses werd verliefd. En op wie je verliefd wordt staat in de genitivus. Nou, dat is die mies. Mies is de genitivus van mia. En dat is het vrouwelijk van hijs. Dat betekent één. Dus hij werd verliefd op één. Toon Adelpheon van zijn zussen. Die hij is dus Cambyses. En deze zin is aan de vorige zin verbonden zonder een voegwoord. Dus het is een asyndeton. Cambyses werd verliefd op een van zijn zussen, Kai, en Epeita, vervolgens of daarna. Boulomenos, willende, predicatief gebruikt, dus omdat hij wilde, autengamai, trouwen met haar. De infinitivus van de aoristus van de cameo. Hotti, omdat. Ook. Eothota. Dit. Ook moet je lezen bij Eothota. En Eothota is participium perfectum. Van het perfectum werkwoord Eota. Dat we net ook hebben gezien. En dan ook nog eens gesubstantiveerd. Nou, eota betekent gewend zijn. Dus dit is onzijdig meervoud dingen die niet gewoon zijn. Hè, met die niet van oek erbij. En de persoonsvorm is epenoeia. Van epinoeo, van plan zijn. Dat is een imperfectum. Hij was van plan. En poëe zijn is de infinitivus die daar weer van afhangt, te zullen doen. Dus omdat hij van plan was, dingen die niet gewoon waren, te zullen doen. En dan komen we terug in de hoofdzin. Eireto vroeg hij, imperfectum van eiromai, kalesas, kaleo betekent roepen, nadat hij geroepen had. Tous basileius kaleomenus dicastas. Allemaal accusatieve vormpjes. En kaleomenus is ook nog eens een participium. Ja, daar komen de stippels. En tous basileius dicastas zijn de koninklijke rechters. En kaleomenus. Participium medium of passief van het presens, dus die genoemd worden. Dus degene die de koninklijke rechters werden genoemd. Dus vroeg hij nadat hij degene die de koninklijke rechters worden genoemd geroepen had. En dan komt hier de vraag.
Die is in een indirecte zin. Het begint met ei. Ei betekent vaak als, maar als introductie van een vraagzin is het of. Of, en dan hebben we tis, een onbepaald voornaamwoord. Er staat namelijk geen accent op. En het hoort bij nomos. Dat staat er een stukje verder vandaan, dus een hyperbaton. Of een wet, esti. Of er een wet is, keluion. Met een accusativus en een infinitivus. Die komen we zo meteen allebei tegen. Namelijk ton boulomenon als accusativus en sun oikein als infinitivus. En dat betekent, keluio, iemand toestemming geven om. Keluio los kan ook bevelen betekenen. Dus hier is het iemand toestemming geven om. Dus of er een wet is die, want het participium hoort bij die wet, congrueert daarmee, die toestemming geeft aan degene die wil, ton boulomenon. Een gesubstantiveerd participium ook. Om Adelphei met zijn zus te trouwen. Nou, dat is de vraag die hij stelt aan de koninklijke rechters. Over die koninklijke rechters krijgen we nu een digressie. En de basileioi dikastai en de koninklijke rechters kekrimenoi. En dat congrueert ook met de koninklijke rechters. Het is een participium perfectum van krino, uitkiezen. Andres, ook al een nominativus, ginomtai is de persoonsvorm. Betekent normaliter zij worden. Hier mag je het vertalen als een vorm van zijn, zij zijn. En perseon, genitivus meervoud. Dus dan krijg je... En de koninklijke rechters zijn mannen van de persen die zijn uitgekozen. Dus je kon je niet zelf aanmelden, je werd uitgekozen. En hoe lang was je een koninklijke rechter? Nou, dat was S-U, dat gaat met een conjunctivus. Totdat betekent dat. En die conjunctivus, sorry voor het verspringen. Is apotanosi, totdat ze sterven, conjunctivus generalis, of totdat ze zullen sterven, conjunctivus futuralis, maakt niet zo heel veel uit hier. Dus dat was één moment waarop ze stopten met de rechter zijn als ze gewoon dood waren. Of svi, en svi is een dativus meervoud in het Attisch is dat autois voor hen. Pareruitei is de persoonsvorm. Conjunctivus passieve auristus. Parhuirisco betekent vinden bij. Dat gaat met een dativus. Nou, dat is dus die svi die ervoor staat. En passieve auristus, dus er wordt of er werd gevonden. Of... er werd bij hen gevonden ti adikon, iets onrechtvaardigs, dat is het onderwerp, degene dat werd gevonden. Of er werd bij hen iets onrechtvaardigs gevonden, megri tutu, tot dat moment. En dat megri tutu staat heel opvallend op het eind, om te benadrukken dat is of de dood, of het betrapt worden op een misdaad, de reden was om te stoppen als koninklijke rechter. Hutoi de, zij en zij, dus het gaat over die rechters. Toisi persaisi, voor de persen. Dikas, dikadzuzi. Nou, je ziet hier dat er een heel mooi soort woordherhaling in zit. Hè? Dat heet een inwendig object. Wij zeggen... zij spreken recht. En de Grieken zeiden dus iets als ze rechten recht.
Maar dat proberen we altijd te vermijden in het Nederlands. We zeggen in het Nederlands ook niet, ik vraag een vraag. En zij spreken recht voor de Persen. En exegetai, een exegetes is een uitlegger. En uitleggers, ton patrion thesmon. Thesmon zijn gewoontes en patrion is letterlijk van de voorvaderen, zoals hier traditioneel, van de traditionele gewoontes. En dan heb je hier weer zo'n ginontai die je ook mag lezen als eisin. En ze zijn uitleggers van de voorvaderlijke gewoontes. Kai, dan zijn we er nog niet. Panta, alle dingen. Het is hier een onderwerp. S tutus. Die horen bij elkaar. En die S hoort ook bij de persoon van Anna Keitai. Anna Keitai plus S betekent afhangen van. De persoonsvorm is hier enkelvoud, maar het onderwerp is onzijdig meervoud. Dus dat moet je daar even op aanpassen. Maar als je het vertelt, als je panta vertelt met alles, dan kan je het werkwoord ook gewoon enkelvoud houden. En alles hangt van hen af. Dus een hele belangrijke taak, zo'n koninklijke rechter zijn. Nou, en tot hen wendt Cambyses zich. Eiromenu, dat is een participium genitivus presens. En het congrueert met to cambuseu, ook genitivus. En er staat er oon bij. Oon betekent dus. In het Attisch is dat oen. We hebben hier een genitivus absolutus. En daarbij moet je dus een bijzin gaan vertalen. Het participium is presens. Dus je mag de bijzin beginnen met de toen of terwijl. En het betekent vragen. En het onderwerp to cambuseu is dus, of de genitivus is dan dus het onderwerp van die zin. Dus dan krijg je terwijl Cambyses dat, moet je even aanvullen, dus vroeg. Of toen Cambyses dat dus vroeg. En ik maak van het presens participium nu een vroeg, een verleden tijd. Omdat in de hoofdzin, hup e crinontel, staat ook een verleden tijd. Een participium presens past zich aan de tijd van de hoofdzin. Dus in dit geval imperfectum. Hypecrinonto betekent antwoorden. Nou, dat autoi mag je negeren. Dat heeft iemand er later ingezet. Hutoi moet je wel weer vertalen. Zij, namelijk nog steeds die rechters. Hypocrinomai betekent dus antwoorden. Dus zij antwoorden met dubbel D, want het is imperfectum. Aan hem, dat mag je best wel op zich aanvullen. Maar dat hoeft dus niet autoi los in de een zin gezet te worden zoals hier is gedaan. Dat is ook helemaal niet jonisch. Nou, ze antwoorden kai, kai. Twee keer, zowel als. En het eerste wat ze antwoorden is dikaia. Rechtvaardige dingen. Als asphaleia. Veilige dingen. Dus ze moesten natuurlijk heel erg oppassen dat het niet hun eigen hoofd zou kosten, wat het antwoord dat ze zouden gaan geven. Dus ze hebben blijkbaar een poos nagedacht en ze komen dan met het volgende antwoord. Famenoi, participium presens van Femi, zeggende. Het is wel medium, maar daar hoef je niet zo heel veel mee te doen. Je zou wel kunnen bedenken dat ze natuurlijk iets zeggen dat in hun voordeel is. Nomen oudena, geen wet, ex huiriskein infinitivus, zeggende geen wet te vinden, participium of een infinitivus presens, hè, dus in theorie zouden ze nog steeds bezig kunnen zijn met zoeken. En dan een betrekkelijke bijzin, als die kiluiei, beveelt of toestaat. En die betekenis die Kileo vorige keer ook had.
En dan heb je een accusativus nodig voor degene aan wie iets wordt toegestaan. Dat is adelpheion, die een broer toestaat om te sun oikein, dat is de infinitief die erbij hoort, te trouwen met adelpheiai, met een zus. En dus dit is het rechtvaardige. We hebben niet een wet gevonden die toestaat om als broer met zus te trouwen. En dan komt nu het veilige, waardoor ze het zelf er levend van afbrengen. Alon mentoi exaurekenai nomon. En alon en nomon die horen bij elkaar, die staan in een hyperbaton uit elkaar geplaatst. Mentoi betekent maar of echter, maar een andere wet te hebben gevonden. Exaurekenai is een infinitivus perfectum, dus hier is het resultaat er. En dan staat de inhoud van die wet, dus die andere wet die ze gevonden hebben, die staat dan in een ACI. Toi basileionti is een gesubstantiveerd participium. Basileio is koning zijn voor degene die koning is, perseo. Ex einai. Dat is de infinitief van de ACI. Dit moet je lezen als ex estin. En dat betekent het is toegestaan. Dus dat het toegestaan was voor degene die koning is van de persen. Te poieijn, te doen. En dan betrekkelijke bijzin. To an bouletai. Tol is een betrekkelijk voornaamwoord met ingesloten antecedent. Dat wat. Het woordje an geeft aan, er komt een conjunctivus generalis. En bouletai is die conjunctivus generalis wat hij maar wil. Dus maar een andere wet gevonden te hebben dat het toegestaan is voor degene die koning is van de persen om te doen wat hij maar wil. Nou, dat is natuurlijk een beetje zuur hoe ze dit zo doen. Maar Herodotus heeft het wel mooi geconstrueerd, want hij maakt van een nomon oudena en alon nomon een mooi chiasme. Ik zal er nog even bij zetten. A, B, ze staan wel een beetje uit elkaar, maar ja. Soms moet je wat moeite doen voor je chiasmes. Nou, dan sluit Herodotus dit stukje bijna af met uit te leggen wat ze nou dus eigenlijk gedaan hebben. Huto betekent zo. Het is een mooie combinatie met oete erachter qua klank. Oete betekent en niet. En die oete hier, die congrueert met die, of die heeft te maken met die te hier verderop. Dat is, oete is een en niet. En die te is dan een en wel. Dus zo en niet. Ton nomon de wet elusam. Dat is de persoonsvorm. Letterlijk is luo losmaken. En in het geval van wetten is dat schenden. Dus zo schonden zij de wet niet. Deisantes. Participium auristus. Omdat ze bang waren voor cambises in de accusativus, leidend voorwerp bij de santes. Opdat hina heeft een conjunctivus finalis bij zich, die staat apolontai een stukje verderop. Opdat zij zelf wel, en dan staat er een me, niet. Apolontai, dat betekent te gronden gaan. Het is hier dus die conjunctivus finalis. Opdat zij dus zelf wel niet te gronden zouden gaan. Tom nomon peristelontes. P
peristello is handhaven, terwijl ze de wet handhaafden. Ja, dus als ze zo'n wet hadden gevonden waarin stond, je mag niet met je zus trouwen, nou dan had het zelf hun leven gekost. Par ex euron. Par ex aurisco is ernaast vinden. Dus dit is de auristus vorm daarvan. Vonden zij ernaast een allom nomon. Een andere wet, summagon. Hier komt het woordje bondgenoot ook vandaan. Helpend of bevorderlijk. Toi thelonti, weer een gesubstantiveerd participium voor degene die wil. En daar hangt een infinitief van af, dat is gamein. Voor degene die wil trouwen met adelfeas, met zussen. Dus ze hebben hun eigen leven gespaard en offeren daarvoor de zussen van Cambyses op. En dat is dus wel volgens de letter van de wet, maar niet volgens de geest van de wet. En die Perzische wetten die stonden altijd heel erg vast. Er bestaat nog steeds een spreekwoord, het is een wet van Mede en Perzen. En als dat gezegd wordt, dan valt er dus niks aan te veranderen. Nou, en nu komen we bij het einde van dit verhaaltje. Tote men de ho Cambyses. Toen dus ho Cambyses, hij is het onderwerp, egeme, weer die auristus van Gameo, trouwde hij ten Iromenen, zijn geliefde, en daar mag je dus zus bij aanvullen. Toen dus trouwde Cambyses zijn geliefde zus. Meta gaat met een accusativus en dat is Pollon en Chronon. Na veel tijd is dat dan letterlijk, maar er staat een oe voor, na niet veel tijd. Zo krijg je maar na niet veel tijd. Esche, thematisch auristus van ego. En dat betekent hij had. Het is hier een ingressivus, dan mag je zeggen hij nam. Kai ook, allen, adelfeën. En daarbij mag je aanvullen als vrouw. En dus die ene zus op wie hij verliefd was geworden, die is hij nu getrouwd. En een poosje later trouwt hij dus ook met zijn andere zus. Toutéon, dat wijst dus terug op allebei de zussen van hen. De, namelijk, en van hen namelijk. Ten neoteren, de jongere. En het gaat om van twee, dus je mag ook zeggen de jongste. Comparativus is dit. Epispomenen, participium, auristus, degene die hem gevolgd was. En die hem is weer die hoi, wat je moet lezen als autoi. En van hen, degene, de jongere, degene die hem gevolgd was. Epi-Aegypton, naar Egypte. Ktynei, dood hij, presens historicum. En hiermee sluit Herodotus de ringcompositie af. Nou, hoe dat het doden van die zus in zijn werk gaat, staat in de Nederlandse tekst die bij dit verhaaltje hoort. Tot zover dit filmpje.